Gebruik je voor het systeem 4 producten. 3 producten elke keer. Dat is de Total Clean, de Black Rubber en de Quick Wax 3. Dan gebruik je bij dat 2 doeken. Eentje voor in te wrijven, eentje voor uit te wrijven. En voor de tweede keer, als we hem dus na een week of na 2 weken weer poetsen, dan gebruiken we de Total Clean, de Black Rubber en de Quick Wax 1. Dus het principe van de Quick Wax System. Elke keer 3 producten. Is ook heel gemakkelijk om te houden. Het staat ook in nummer vermeld 1, 2, 3 of 1, 2, 4. Voor het Quick Wax System, dat soort rek, wordt gedemonstreerd hoe die precies nou werkt. Goedendag, ik ben Marcus Smeets van de firma Prof. Ik ga je op deze auto ga ik je de Quick Wax laten zien. Ik heb net al verteld uit wat voor producten hij bestaat. Dus in deze situatie zoals nu de auto is, zou je normaal eerst poetsen, dan vervolgens drogen. En wil je dan een volgende stap doen, dan ga je hem in de was zetten. Nou, zoals nu de auto is, ga ik hem behandelen. Nou, voordat we gaan beginnen, beginnen we dus met 3 producten. Allereerst voor te reinigen de Total Clean, dat is eigenlijk de reiniger die ook insectenspetters, steer, vogelstrom, waar die perfect voor is, onder andere voor de velgen. Nou, vervolgens dan pakken we de Black Rubber, dat is eigenlijk meer een cosmetisch product voor de bandjes, voor de rubbers, om eigenlijk het uiterlijk een klein beetje mooier te laten zien. En vervolgens het andere product, de Quick Wax 3. Dat is een 3-laags was, dat is een product waar je dus mee wassen doet en tegelijkertijd in de was zijn. Nou, hoe het vervolgens gaat werken, zal ik nu bij deze laten zien. Even met de Total Clean even voor te werken, zoals hier aan de onderkant. We spuiten hem eventjes in. Maar dus even wat groppenvuil is. Nou, we beginnen al eerst. We beginnen met de Total Clean. Spuiten we hem eventjes in. Dat is dus eigenlijk voor de velgen. Dit is gewoon water. Was in het voorwerken. Daar waar ik dus de Total Clean in gespoten heb. En u ziet ook. Het doet hem heel gemakkelijk schoonmaken, zonder veel moeite. Ik zou wel zeggen, met dit weer, het is heel erg warm weer, zet het liefste ergens op een schaduwplek of eventueel in een garage, omdat gewoon het product vele malen sneller verdampt. Dus dat is het enige, als het heel warm is, hou er even rekening mee. En misschien moet hij, als je het niet anders kunt, nog eens een keer halen. Dat is geen probleem. Maar hou er rekening mee dat weer natuurlijk wel parten speelt in het schoonmaken en het reinigen van die auto. Voor een stil stel water. Ik spuit hem even uit. En u ziet ook hoe de Total Clean zonder meer perfect. In dit geval. Dit is dan nou een sierkap, maar dat doet hij ook bij de velgen zonder meer perfect schoonmaken. Dashboard is hij ook zonder meer perfect voor. En hij kan zelfs worden gebruikt als glasreiniger, dus voor de ramen te poetsen, te wassen. Daar is hij namelijk ook heel erg geschikt voor. Ook niet agressief voor de lak, dus ook geen probleem. Nou, vervolgens weer met de kwast inwerken. Dat is vaak het meeste werk, de velgen, als je met een auto gaat poetsen. En vervolgens met water even naspoelen. En u ziet ook dat de vervuiling
heel snel de onderarts gehad. Is je zelfs iets ergens te weinig geweest, herhaal gewoon de behandeling weer even, zonder veel problemen. Dus alleen één flesje water is het enige wat ik nodig heb bij het hele systeem. Quick Wax systeem, gewoon heel eenvoudig, maar ook ecologisch groen is. Dus door middel gewoon van één flesje water even na te spuiten de velgjes als ze behandeld zijn. Zie je ook hoe eenvoudig het werk, zonder verder ook nog enig veel water toe te passen. Dus milieuvriendelijker kan ik niet anders bezig zijn. Heel eenvoudig, inspuiten, invrijven, uitwrijven. Het kind kan eigenlijk letterlijk wat. Was doen, auto wassen en in de wax zetten. Sneller dan dat kan het niet, zonder water. U ziet hoe warm het is, vol de zon. Dus het slechtste moment om een auto te wassen, te zwijgen, om het in de was te zetten. Wat ik nu ook al doe. Dus twee handelingen in één. Wassen en in de wax. En het werk grandioos. Echt grandioos. Ik had ook gezegd dat de Total Clean ook perfect was. Voor ramen te doen. Nou, dat zal ik bij deze even laten zien. Dus pak bij deze Total Clean gewoon een doek. Om even het resultaat te laten zien. Dus vervolgens uiteraard inspuiten. Total Clean is ook degene wat je gebruikt voor het voorwas. Voor de velg, vogelstront, remstof, insectenspetters. Geen probleem. Ik doe hem even voorwassen. Grove vuil even eraf te halen. Dan ziet hij nou ook een bepaald vuil. Je ziet ook het vuil wat ik eraf haal. Nou, vervolgens doe ik hem nog eventjes. En nou kun je dus ook al aardig zien. Wat ik dus ook al zei. Je kunt gewoon heel mooi en heel fijn ook
het glas ermee doen. Dus met de Total Clean kun je ook het glas doen. Het binneninterieur, dus daar waar je gewoon vlekken hebt zitten, kun je hem perfect gebruiken. Dashboard, geen probleem. Zoals ik had gezegd, met de Total Clean kun je ook perfect de ramen doen. Goed nat maken, goed inspuiten. En uiteraard moeten we vervuilingen losmaken. Zijn er insectenspetters of teer op de stront? Laat ongeveer een paar minuutjes intrekken en je houdt het zonder problemen gemakkelijk er vanaf. Quickwax nummer 3. Showroom klaar. Gewoon in de showroom te zetten. Een mooier en perfecter kan die niet uitzien. Een visitekaartje om te zien. En zo ziet de polyfun eruit nadat hij gewassen is met de Quickwax nummer 3. Schitterend resultaat. Bandjes zien gewoon perfect uit. De velgjes zijn net schoon. Netjes, schoon, mooi. En dat voor een zwarte auto, vol in de zon, gepoetst en tegelijkertijd in de was gezet met de Quickwax System. Sneller en gemakkelijker kan het gewoon niet. Dit was Marcus Smeets van de firma Prof voor het demonstreren van de Quickwax System van de firma Prof. Met de Total Clean Black Rubber, Quickwax 3 en de Quickwax 1. Marcus Smeets, firma Prof.